Deze donderpreek, die gaat over de jezuïeten en de coronacrisis, communicatie, kwaliteit en onze stupiditeit. Ik ga je hopelijk niks nieuws vertellen. Ik heb in eerdere verhalen, donderpreken over de Jezuïeten besproken dat deze heren en dames zich bedienen van theater. Ze geven ons theater. En ze geven ons dingen te zien en te horen. die ons aanspreken en die ons in vervoering brengen. En emotioneel maken. En dat wij gaan roepen of gaan denken. Het is een schandaal. En wij willen dan verandering. Dus, dit kan niet langer zo. Wij moeten dat gaan denken. Dat, er is iets mis met hoe het gaat. En we hebben een radicale. Verandering nodig. Goed luisteren naar de woorden die ik gebruik. Radical change. Het roer moet om. We hebben maatregelen nodig die wellicht. Uh, overzwaar zijn. Te overweldigend. Misschien. En dat was alleen maar voor alle veiligheid. Want je wil geen risico nemen als het gaat om het voortbestaan van de mensheid. Het voortbestaan van de mensheid staat op het spel. En het redden van de mensheid is het doel. En het redden van de mensheid, dat doel, heiligt alle middelen. Dat zijn de Jezuïten. En zij kiezen hun problemen uit. En bedienen zich daarbij van hele kinderachtige theatervoorstellingen, zoals bijvoorbeeld dat verhaal dat ze twee torens gingen maken in New York in de jaren zeventig was dat, en die torens die waren zo hoog dat de architect in zijn wijsheid had gekozen voor een ontwerp dat bestand zou zijn als eerste gebouwen, ja. Het zou bestand zijn tegen de inslag van het op dat moment grootste, zwaarste verkeersvliegtuig. Namelijk een Boeing 737. En dat staat dan in de krant. En wij denken dan in Nederland: van nou. Daar in Amerika, hè? nou, dan pakken ze het wel goed aan hoor. Want uh, die hele hoge flatgebouwen, hè? Dat, uh, ja, dat zetten ze daar niet zomaar neer. Nee, die Amerikanen die houden er zelfs rekening mee dat daar een vliegtuig tegenaan kan vliegen. Kijk, dat zijn Amerikanen, snap je? Ze dus, zijn uh, echt uh, niet zomaar Yankees hoor. Nee, die houden rekening met dingen. Dus als tegen zo'n toren een vliegtuig aanvliegt, nou, dan staat die toren eroverheen. En wij hebben dan respect voor de grondigheid van de Amerikaan. En wij vergeten dan dat die gebouwen... Ja, zijn zo hoog. Als je het hebt over de hoogte waar vliegtuigen vliegen. Want het is jou misschien niet opgevallen... Maar het hoort je wel opgevallen te zijn geweest ooit: dat vliegtuigen, burgerverkeersvliegtuigen, die vliegen op 10 kilometer hoogte. Ook is het zo dat als je met een hoge snelheid lager wil vliegen dan die 10.000 kilometer dat je dan een probleem krijgt met het fenomeen luchtweerstand. Want de luchtweerstand is op 10 kilometer hoogte... een stuk minder dan de luchtweerstand op begaande grond. De cabine in een vliegtuig... die wordt kunstmatig volgepompt met lucht. Want anders zou je waarschijnlijk stikken... Zo laag is de luchtdruk daarboven. Op 10 kilometer. En dat is niet veel. Dat is niet ver. Van hier naar Wageningen kan je lopen. En dat is 16 kilometer. Dus zo hoog vliegen die vliegtuigen dan ook weer niet. Het is wel 10 kilometer. En die gebouwen zijn, waren. Een halve kilometer afgerond. 440 meter. En die ene was iets hoger. En die vliegtuigen vliegen op 10 kilometer. Dus wat is dan de kans dat daar een vliegtuig per ongeluk tegenaan knettert? Nou, als een vliegtuig, een Boeing 737, zo'n burgerluchtvaartvliegtuig, uh, als die op minder dan 400 meter hoogte aan het vliegen is, dan is er echt beduidend wat mis met dat vliegtuig. De piloot is dronken of heeft een hartaanval gehad. Nou, en wat is de kans. Dat een vliegtuig waarvan de piloot dronken is of een hartaanval heeft gehad. en dat hij ook nog een keer de, de bijpiloot, weet je, een ventico-piloot. die heeft de, de automatische piloot niet uh, aangeschakeld. dinges. dat is fout op fout op fout. En dat ding vliegt dus twintig keer zo laag. als dat hij moet vliegen. Nou, punt één, hij krijgt problemen met de constructie. Die vleugels breken eraf. Als je op die snelheid vliegt. Je kan ook langzaam vliegen, want vliegtuigen kunnen wel degelijk natuurlijk landen, maar dat doen ze heel voorzichtig langzaam. Want anders dan bezwijken ze aan die luchtdruk. Het is nu een keer zo. Nou, en dan de kans dat een vliegtuig in dergelijke problemen, omdat het dus twintig keer zo laag vliegt als gewoon te gebruiken is. Ja, wat is dan de kans dat dat vliegtuig tegen de twintuigen aankomt? Nou, die kans is niet veel groter dan dat hij tegen een gebouw eraan komt wat 400 meter verderop ligt. Snap je? Er was geen enkele reden om specifiek de Twin Towers, zo heetten die dingen dan, die hoge torens. Om juist die bestand te maken tegen de inslag van een vliegtuig. Want van welk vliegtuig? Ja, Denk aan iemand, en die heeft een boerderij. En die boerderij die ligt op uh, 10 kilometer van de snelweg. 10 kilometer hè. En die boerderij, dat betreft een stuk van 400 meter. En dat is dan enorm beveiligd. Ja, zegt die boer, dat is voor het geval he, dat een van die auto's he, die over de snelweg rijdt, dat hij dan toevallig uh, ja, tegen mijn boerderij aankomt. En daarom heb ik mijn boerderij extra beveiligd tegen de inslag van uh, uh, de zwaarst bekende Mercedes. En dat is de S500 CDI. Ja, maar meneer, die snelweg die ligt 10 kilometer verderop. Ja, maar alles kan hè? Ja, bij de Jezuïeten wel, ja. Bij de Jezuïeten kan echt alles. Die, dat maakt hun niet uit. Wij denken toch niet na, dus. Uh, ze, ze roepen maar wat. Uh, die, die man, El uh, Gore, die geroepen heeft van. Uh, uh, Arctica, dus de Noordpool, die zal ijsvrij zijn in 2016. En dan zijn alle ijsberen uitgestorven. En hij werd geconfronteerd met het feit dat in 2015, 2000, weet ik van wat, daarna. dat het met de ijsberen hartstikke goed ging. Sterk nog, er waren er alleen maar meer dan vroeger. En toen zei hij zo: oh ja, nou ja. Nou, fijn voor de ijsberen. Ja, het maakt hem niet uit. Hij kletskoekt maar wat door. Wij worden toch al bang. Ja, ik kan er ook niks aan doen. En nu met die coronacrisis, uh, mijn baas die zei vandaag tegen mij... dat hij dan gisteren, hemelvaartse dag, was hij naar zijn boot gegaan. En hij zei, ja, ik vond het wel een beetje eng. Gevaarlijk, zei hij. Ik zei waarom? Nou, zei hij, het was hartstikke druk op de plas. Ik zeg, ja, maar je zit er op je boot. Eh? Huh? Wat kan je nou gebeuren? Ja, zei hij, maar dan komt iedereen toch bij elkaar in de buurt en dat kan dan toch weer een brandhaard zijn van een uitbraak. Ja, 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 ja. En waar moet je beginnen? Zelfs mijn tante, die is de hele leven medisch analiste geweest, heeft ook nog leiding gegeven aan een laboratorium. Die heeft gewerkt in het aidsonderzoek en kon mij toen vertellen dat het HIV-virus dat je je hoeft dan maar met je ogen te knipperen of te niezen of te wat dan ook, en dan was het al weg. Dat haar verhaal was van: ah, Je hebt het dan eindelijk gesynthetiseerd, whatever, geëxtraheerd, je hebt het dan. Heb je het gemeten en je hebt het. En dan een half uur later, dan meet je het nog een keer en heb je het niet meer. En dan krijg je op je kop dat je van het ene laboratorium naar het andere laboratorium gewandeld bent met een ratelkarretje. En daar kwam het allemaal van. Ja, dan had je ook niet uh, van het laboratorium moeten verwisselen. je wel in het laboratorium moeten blijven. Ja, zei ze, als je alleen maar over de gang loopt met het spul, is het ook kapot. En ook van zo'n coronatoestand, daarvan weet zij ook. Ja, zo'n virus. Dat, dat, hoezo zou dat overleven? Ja. Het is maar een virus. Als je een kip loslaat in Arnhem... Nou die, die, nou ja, of hij wordt gepakt door iemand die honger heeft. Maar, hè? Een kip overleeft nog wel in Arnhem. Maar een virusdeeltje? Dat heeft niks van zichzelf. Het moet maar toevallig terechtkomen... En dat het dan zijn RNA of DNA, of hoe weet je het ook maar. Dat dat dan terecht kan komen in een gezonde cel. Die heel vervolgens heel vrolijk uh, jouw patroon gaat lopen dupliceren. Ja, ja. En ik ben zelf niet uh, bijster overtuigd van. De essentie, de eigenschappen van die hele virusleer. Want wat heb je er nou aan? Er zijn dingen en die kunnen wij niet zien. En ze veranderen de godganse tijd. En als je er ziek van wordt, dan krijg je koorts en uh, krijg je ontstekingen. En je kan eraan doodgaan. Nou ja. We hebben ook nog zoiets als dat wij een kwaliteit hebben van ons eigen afweersysteem. En als die normaal is, worden wij niet ziek. Er is een tijd geweest, heel ondenkbaar voor heel veel mensen, maar toen werden wij helemaal niet gevaccineerd. Neem de Spaanse griep. Ik zei dat vandaag nog met een uh, lach tegen mijn baas. Ik zei: ja, uh, mijn familie, uh, wij hebben de Spaanse griep overleefd. Dus ik maak me niet zoveel zorgen. De Spaanse griep hebben wij overleefd. En deze griep dan niet? Waarom deze dan niet? En ik ken niemand die ziek is. Anders dan. Ja, er zijn wel eens mensen ziek, toch? Nou dan. En dat is het. En dan gaan we de hele planeet uh, platleggen. En per 1 juni moet je hier in Nederland in het openbaar vervoer met een mondkapje. Op straffen van 95 euro. Dat is voor mij het equivalent van een hele dag werken. En ik werk maar vijf uur per dag, dus dan moet ik dus eigenlijk bijna twee dagen voor werken. Nou, dat is acht uur werk. Zeven uur werk. Het tikt aan hoor. En dan zitten we daar in de bus met mondkapjes voor. En dan? Wordt jouw afweersysteem daar beter van? Want daar gaat het om. Kijk, je hebt mensen onder ons en die behoren tot de zwakkeren. En die staan op de nominatie om te gaan hemelen en meestal gaat dat in golven en dan ben je in zo'n golf en dan ben je van een hele hoop zwakke medemensen af stomweg omdat ze oud zijn ja, dan is iemand oud en die heeft alles al gezien en die vindt het wat best en ja die hoeft geen marathon meer te winnen en die grijpt een of andere ziekte aan en die gaat dood. En waar die dan precies dood aan gaat, ja. Oude doen. Ja toch? Iedereen krijgt wel wat. En nu, en dat zijn mijn tante ook. Ja, de mensen die zij dan kende, die genomineerd waren van jij hebt corona, dat waren bejaarde mensen, hoogbejaard. En zij gelooft dat die corona-toestand een slachting aanricht onder die hele zwakke groep. Dat is haar overtuiging. En waarom zou dat niet waar zijn? En het zou kunnen zijn dat dit jaar de slachting groter is dan vorig jaar, omdat vorig jaar relatief veel van die zwakkeren het overleefd hebben. Op een of andere manier. Maar die gaan nu opnieuw een loodje trekken. En meer is er niet. Aan de hand. En de hele wereldeconomie platleggen, dat heeft grote gevolgen. Hier gaan bedrijven aan kapot. Dit maakt in één klap van Nederland een ontwikkelingshulpgebied. Ja, dag, kunnen wij zeggen, tegen ons vergaarde kapitaal. En dat die economische activiteit. Zo teruggaat, dat is al een tijdje bezig. Dus het is niks nieuws. Het enige wat nieuw is, is dat het nu wel heel erg hard gaat. En dat wij uh, versneld gaan ontdekken wat ze nu precies willen. En dat wordt iets met basisinkomen. En dan denk jij, oh, dat is leuk. Ja. Nou, hoe leuk het is, dat zal blijken als het is. En ik denk dat ze nu al uh, de schoolboekjes aan het voorbereiden zijn. Die over 30 jaar aan de nieuwe generaties worden voorgelezen. En dat daarin sta staat dat uh, de maatregelen tegen de corona-uitbraak. Uh, daar zaten nog hiaten in. Maar gelukkig was het overwegend hartstikke goed. Want anders waren we allemaal weg geweest. Lang leven de invoerders van de corona-maatregelen. Ik krijg nog standbeelden voor ook: van uh, Ap Osterhuis. En die dokter Fautsi. Het is theater. En iemand als mijn baas die dan zichzelf daadwerkelijk zorgen maakt. Ja, dat is zielig. En ik weet op zo'n moment niet wat ik nou zo 1, 2, 3 tegen mijn baas moet vertellen om hem van die angst af te helpen. Anders dan hem eens voorzichtig te vragen, hoe dacht jij over die aanslagen van 9-11? Heb je daar ook in geloofd? Want dat is het theater. En niets anders. Zij doen alsof er ik weet niet wat aan het gebeuren is, terwijl er helemaal niks gebeurt. Hetzelfde geldt voor klimaatverandering. Ik kreeg van Wim, Wim Kruidentuin, een link. van een statistiek waarin gemeten is hoe het gesteld is met het aantal zonneuren in Nederland. per maand van het jaar. En dan zie je dat het aantal zonneuren in Nederland de laatste 30 jaar. daar gaat het om. behoorlijk gestegen is. Ja, als daarbij ook sprake is van een temperatuurstijging. Wat er was sinds 30 jaar, hoor. Dus de temperatuur is licht gestegen. Niet veel, maar licht, heel licht gestegen. Nou, dat zou daar prima van kunnen komen. Het aantal zonneuren is toegenomen. Met andere woorden, er waren minder wolken. Ja, oké. Okay. Nou, van het klimaat hebben we ook hier gehad. En die Jezuïten, die nemen daar geen genoegen mee. Die blijven gewoon, gewoon hameren. Van ja, het is toch zo. Het komt door die CO2. Er moet nog meer accijns. Want anders. Uh, en, ja, dan overleeft de mensheid het niet. Ze, ze krabben zich bij voortduring op hun hoofd. Met het onderwerp. waar ze ons nu weer mee voor de gek kunnen houden. En dat maakt zich in donder uit wat het is. Als zoiets als zo'n. Uh, zo die, die man, Harvey Epstein of zo. Die doodgevonden was in zijn cel en die man. Had dan gewerkt voor de Mossad en hij maakte filmpjes voor de Mossad van mensen in compromitterende situaties, namelijk seks met minderjarigen. En hij ging die mensen afpersen en één daarvan die kreeg er genoeg van en die heeft iemand gebeld en die had er ook genoeg van en toen hebben die mensen samen besloten dat die meneer Epstein zelfmoord zou gaan plegen. Dat was in het belang van iedereen. En wij roepen dan: het is een schandaal. Kijk, en daar gaat het om. De, wat is er nou schandalig aan die Harvey Epstein, Wijnstein, Wijnberg? Die dood was in zijn cel. Wat is het schandaal eigenlijk? Nou, het schandaal is he, dat de, de echte daders. He, die lopen nog vrij rond. Dat was altijd al zo. De daders van de volkerenmoord in Kroatië. die, die lopen vrij rond. De daders van de volkerenmoord in Oeganda. Nee, was het? Was dat niet? Nee, niet Oegan, Rwanda. Die lopen vrij rond. Die daders die achter de Vietnamoorlog zaten, die lopen vrij rond. Maar degenen die Harvey Epstein-Weinberg hebben uh, laten mollen, uh, die lopen vrij rond en dat vinden we wel erg. Dat slaat toch nergens op? Of, of ben ik nou degene met de rekenmachine? Het is theater. En heel slap. Heel doorzichtig. Hier in Arnhem hebben wij een parkwacht. En die man heeft vijf dagen in het ziekenhuis gele gelegen... Nadat hij een dag ziek was thuis, is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eh, daar hebben ze niets voor hem kunnen doen. En dat hoefde na vijf dagen ook niet meer, want toen was hij weer helemaal genezen. Maar hij moet nog wel twee dagen binnen blijven, want anders kan hij andere mensen aansteken. Want hij had corona. Hij heeft niet getest of zo hoor. Dat, dat hoeft toch niet? En hoe moeten ze testen op corona? Weet jij de chemische formule van corona? Uh, mijn vriend Wim die zegt dan van ja. En uh, er is een onderzoeker geweest. En die heeft uh, in corona heeft hij, uh, stukken HIV gevonden. En uh, hij zegt dat uh, corona in elkaar geknutseld is hè, met HIV. Je weet wel van aids. En uh, dat is dan samen met, uh, in Wuhan is dat gebeurd. En uh, ja, uh, dus, uh, zo zat het. Uh, nee. In het voorjaar en in de herfst uh, zijn er altijd golven van doden. Dat komt door de stress die die twee seizoenen met zich meebrengen. Want het zijn de seizoenen waarin de dagen het snelste langer worden. CQ het snelste kortere worden. Het zijn de twee seizoenen van de overgang. En dat geeft stress. Mijn weile vader die zei tegen mij van ja jongen, mijn vader is betiteld als alcoholist. En hij heeft die alcoholistenbehandeling gehad. En hem is duidelijk gemaakt en hij heeft zichzelf er ook van overtuigd dat het klopt, dat hij met name in de lente en in de herfst het gevoeligste is voor overmatig te gaan suipen. En die aandrang is tijdens de winter en tijdens de zomer minder. Dus hij zei tegen mij, ik moet rekening houden met mezelf als er weer die wisseling komt van de seizoenen. Dat zijn mijn zwakke perioden en daarin kan het behoorlijk fout gaan. En dan sla ik helemaal door. En dan ga je met een kapot geslagen kop, oftewel de zomer in, oftewel de winter in. Of je overleeft het helemaal niet. En dat is het. Kijkend naar de niet-natuurlijke doodsoorzaken, zijn er wel grotere problemen aan de orde. Om te beginnen met abortus. Zonder de, de, de hoe dat noemen, de zedenprediker uit te willen hangen. Blijf ik bij het standpunt dat. als de conceptie heeft plaatsgevonden. en je gaat dat afbreken. dan. dan ben je niet productief bezig. Dat is. dat, dat zou hetzelfde zijn. Als dat ik op mijn werk een toilet schoonmaak en dan vlak voordat ik het licht uit doe, dan smeer ik er nog een beetje poep overheen. Zodat niemand kan zien dat ik mijn werk heb gedaan. We wissen mijn mooie schoonmaakwerk even uit met wat uh, poep op het einde. Nou, precies hetzelfde doe je als je de conceptie veroorzaakt en vervolgens de boel gaat lopen uitwissen. Alsof het nooit heeft plaatsgevonden. En hoezo ben jij een dergelijke master of the universe. dat het in jouw vermogen ligt om dat soort dingen te mogen doen? Of te kunnen doen. Of te moeten doen. Dan ben je echt wel ergens mee bezig, hoor. Los van het feit dat een abortus voor een vrouw. Biologisch gesproken ja, kan je zeggen dat een zwangerschap zijn littekens achterlaat. Dat kan je van een aportus ook zeggen. Alleen dat zijn beschadigingen op een heel ander front, meer van binnenuit. Dat zijn dingen voor jou ter overweging als vrouw. Dat, dat is niet uh, om, om met de Bijbel te hameren of zo. Het is meer vanuit de biologie. Met uh, de idee van een gezonde geest verblijft het liefste. In een gezond lichaam. En niet een lichaam met littekens. Als je dat wil, ben je maf. En dat geldt ook voor chemische abortus: de morning after pill. Je overleeft het wel, ogenschijnlijk. En je hebt een chemische bom laten. En wat zijn de bijwerkingen eigenlijk? En abortus, dat wordt aangemoedigd door de Jezuïten. Want abortus wordt aangemoedigd door de media, en de media zijn in handen van een tiental bedrijven, en die mannen die zijn in handen van de jezuïeten. De jezuïeten zijn niet zo dom dat ze een onafhankelijke media aan het woord zouden willen laten. Gewoon voor de gein, om te kijken wat er gebeurt. Want ze doen wel dat soort dingen, maar bijzonder gecontroleerd. En echt niet in het groot. Kijk, die George Bush, die in 1990. En die familie Bush is van de Jesuïten. Dat is één grote kliek. Die Bush die zei, now we can see a new world order coming. Ik snap niet wat hij voor ogen had. Anders dan dat hij zei. Uh, we zijn er al, en dit is het. En wij gaan het alleen nog maar kenbaar maken dat wij gewonnen hebben. En dat doen wij stap voor stap. En dan zit straks iedereen met een mondkapjes voor in de bus als wij dat zeggen. Kijk maar. En dan gaan we. punt is dat, dat dat wat ze nu uitrollen dat is geen orde dat is chaos het is een, een belangrijke om uit te leggen wat dat waarom ik dat zeg en waarom dat waar is als jij een systeem buiten het evenwicht brengt, het natuurlijke evenwicht, dan dat is chaos. Want het natuurlijke is de boodschap, de wil, dat is de orde. En breng je het buiten die orde door bijvoorbeeld mensen bang te maken voor een virus. En dan gaan ze met mondkapjes in de bus zitten, want anders krijgen ze 100 euro boete. Dat is chaos. Dat is idioterie. Dat heeft geen informatie, want het is zinloos. En als het geen informatie heeft, dan is het chaos. Als het wel informatie heeft, is het geen chaos in de zin dat het een boodschap heeft. Informatie, dat je er wat van kan leren. Dan is het geen chaos. Maar hier valt niks van te leren. Wij zitten alleen als een stelletje domboos met een stuk textiel voor onze mond. Net als dat wij uh, bezig zijn om de ABN Amrobank te gaan beroven. En dat we onherkenbaar in beeld willen. Uh, wij maken ons schuldig aan hetzelfde feit wat we dan die, die boerka-mensen verwijten. Ja, je kan helemaal niet zien hoe ze eruit zien. Nee, en dat gaan we dan zelf lopen doen met een mondkapje. Dus, uh, als je nou tien mensen hebt... Uh, hoeveel content heb je dan? En wat doen we daarmee? Dat is toch te gek voor woorden natuurlijk. Maar straks gaan ze nog verzinnen: dat er een virus is. En dat verspreidt zich via scheten. En dan moeten we allemaal met een kurk in onze anus. ...deelnemen aan het openbaar vervoer. En als je instapt, dan word je wel gecontroleerd, hè? Ja, zit er wel een kurk in. Een beetje met je scheten de andere buspassagiers in gevaar brengen. Nou, ik dacht het even niet, hè, Karel? Nee, ga jij maar lopen. Ja, maar ik heb mijn kurk vergeten. Mag ik jouw kurk niet lenen? Nou ja, je hebt hier al, al uh, van deze kurken, maar dat is er wel uh, uh, ja, één keer erin stoppen is houden. Je moet je wel voor betalen 57. Dat, uh, dat zijn wel goedgekeurde kurken door de WHO. Dat je bij iemand thuis komt en dan zie je zo'n schaal vol met die kurk liggen van 57 en zeg je: jeetje erin die vinden. Waarom koop je dat even, die kurken, in de bus? Ja, zegt die, Ik heb al zo'n kurk, hoor. Mijn tante heeft me er ook al drie gegeven, maar die vergeet ik altijd. Ja, en dan stel ik die weer in de bus zonder kurk. Ja, en dan koop ik er maar weer een. En ik dacht, ach, ik leg ze in een schaal. Dat is altijd leuk. Kunnen mensen eentje meenemen als ze op visite zijn geweest? Of doorgeven aan een ander. Ja, behoud het op. Hè? En ook met het vaccineren. Dat mensen zeggen: Ja, die vindt het eigenlijk wel een goed idee. Er zei laatst op Facebook zo iemand. En ik ga ervan uit dat dat soort mensen betaald worden. En die kwam zo'n dus heel wijs antwoord: Van. Um, dat was de volgende vraag: van, Waarom. Willen mensen die gevaccineerd zijn. dat andere mensen zich ook laten vaccineren? Want. die gevaccineerde mensen. die zijn immuun. Dus wat zou het die gevaccineerde mensen kunnen barsten. of de rest de ziekte wel krijgt? Zij zijn immuun. Dus. Waarom dwang voor anderen om dat ook te doen? Het helpt die gevaccineerde mensen niet. En het antwoord luidt: van ja. Er zijn mensen en die zijn zo jong dat we ze nog niet goed kunnen vaccineren. En die zijn dus kwetsbaar. En wij willen dat jij gevaccineerd wordt, zodat die hele jongen van ons, minder dan 14 maanden, dat die dan niet in aanraking komen met al die nare dingen, virussen, bacteriën. Want anders gaan die kleine kinderen dood in het ziekenhuis. Je weet wel, 150 kilometer verderop. Het staat gewoon op Facebook. Schaamteloos. En dan kan jij je afvragen, maar ja, wat zit er dan in die vaccins? Huh. Uh, nou, uh, gepatenteerde spullen. Je kan je net zo goed laten injecteren met Coca-Cola. Daar is het recept ook niet van bekend. Daar doen ze heel mistig over. En mijn tante, die in de medische dingensindustrie heeft gewerkt, die zei nog een keer tegen mij: uh, bijna in, ja, een beetje van uh, nauwzig, wat zeg je, het in dat zeuren? Dan zei ze tegen mij: van ja, natuurlijk zitten de biocides in vaccins. Mijn tante is medisch analiste. Dus HBO. En die kent haar taal. Die heeft ook een boekkast van 4 uh, meter breed en 2 uh, meter hoog. Die kent het wel. Zo'n alleenstaande vrouw. die drie keer per jaar op vakantie gaat. Ja, natuurlijk zitten er biocides in. Te weten, squaleen en of. Tiomerosal, Tiomer, Tiomerosal. Tiomerosal is een organisch kwik. En kwik is niet iets wat hoort bij de mens. Als je ook een beetje shit happens. gewoon atomisch kwik is dus niet eens geïoniseerd. Gewoon atomisch kwik. Kwikdamp. Kijk, potten. Dat is geen fun. En kwik die geïoniseerd is. Een lading heeft. Dan schiet je gelijk in de. Ding dong, bingo. Dat is heel toxisch. En organisch kwik, dat is half geioniseerd kwik. En dat geldt ook als retentoxisch. En dat zit in die vaccins. En mijn tante zei, ja, dat moet wel. Want als er een bederf komt in zo'n vaccin... Dan heeft dat onvoorspelbare gevolgen. Dus het bederf van het vaccin moet bestreden worden. Punt. En de enige manier om dat te doen, is middels een biocide. Het moet houdbaar zijn. En voor haar was daarmee de kaart of de, ja, was het af. Zo is het. Nou, bij deze zeg ik het tegen jou. Dus als jij een vaccin krijgt, dan zit daar een kleine hoeveelheid, niet overdreven, maar een kleine hoeveelheid, een biocide in. En biocide, dat is hetzelfde woord als herbicide en rodicide en insecticide. En bio slaat dan op uh, uh, leven in het algemeen. het keelt DNA of zo, en dat gaat dan allemaal goed, en dat is niet getest. Dat weten wij. En de testen die er zijn gedaan van de gevolgen van vaccins, vaccins vaccinaties en toestanden. Die waren niet positief. Of beter gezegd. Die waren alarmerend, vervelend. Ernstig, naar, negatief. In de zin van doden. En andere misère. Ja. En neem. Neem polio. Je hebt de vereenzelviging van polio met het begrip kinderverlamming. Maar kinderverlamming is niet, een, niet de naam van de ziekte. De naam van de ziekte is polio. En je kan daar zo'n verlamming van oplopen. Maar van de mensen die polio hebben, krijgen dingersen. Daarvan krijgt maar een heel klein deel kinderverlamming. En als jij dan besluit om je hele bevolking te gaan lopen, injecteren om te voorkomen dat je kinderverlamming optreedt. Namelijk door ervoor te zorgen dat iedereen immuun wordt tegen dat idee van polio waar jij ze dan tegen beschermt. En hoe zou zo polio niet kunnen veranderen? En als je dat doet dan. En kijk de groep die je aan het redden bent. Dat is maar 1% van die uh, groep die het überhaupt krijgt. En de groep die het überhaupt krijgt, dus waarbij het een soort van doorbraak heeft: van oh, die heeft polio. Want, oh, die heeft wel. Ja, dat is ook maar een kleine groep. Dus het gaat over een kleine groep van een kleine groep. En daarvoor ga je een hele grote groep. die ga je inspuiten met spul. En je neemt daarmee een risico. Voor iedereen. Want je kan zeggen van ja, wat ik introduceer, dat, dat is echt heel veilig... en dat kan maar in één op de duizend gevallen kan dat tot een probleem leiden. Ja, het punt is, als één van de duizend gevallen die gevaccineerd worden... als die een probleem krijgen... Dat we het bij de bestrijding van corona hebben. we het al over 1 op de 1000 gevallen die überhaupt corona heeft? Dus als ook nog 1 op de 1000 van ons dan zonder meer problemen gaat krijgen van het vaccin. Onmogelijk 1 op de 1000 te verhinderen dat ze het krijgen. Nou, het punt is: er zijn veel meer mensen die. Corona niet hebben, dan mensen die corona wel hebben. En dan wij allemaal aan het vaccin, ja, maar onder ons zitten ook zwakken. En baby's. En jonge kinderen. En opstandige tieners. Uh, met jeugdpausjes. En dat moet allemaal ingespoten worden. Ja, ja. En wat heeft dat voor consequenties? En die Jezuïeten die het alleen maar gaat om de macht. Het zijn rare lui, bottom line. Wat ze vooral zo raar maken is dat. Nu is het heus wel duidelijk dat ze de baas zijn over de hele wereld. En het wordt heel erg duidelijk dat ze de afgelopen 50, 60, 100 jaar ongeveer. Uh, lopen ze een beetje te watten? Waar zijn ze nou mee bezig? Wordt dit nou een keer wat? Ze beginnen nu met die, die immigratie. Of beginnen, dat is begonnen in de helft van de vorige eeuw, zo'n beetje. Allemaal buitenlandse mensen naar Nederland, de een naar de ander. Ja, en wat gaat dat dan worden? Nee, ze maken chaos. Met stupide regels. En wij zijn de hongerige en de dorstige. die razend benieuwd zijn. naar het volgende schandaal. Zodat we dit schandaal zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. Want er is een nog veel groter schandaal. Heb je dit al gehoord? Wat een schandaal is, is dat elk land over de hele wereld: elk land: Amerika, Engeland, Frankrijk, Rusland, Irak, Iran, Libië, Senegal, Mozambique, Argentinië, Brazilië. Suriname. Ze hebben allemaal staatsschuld. En bij de belangrijke landen wordt dat dan uitgedrukt in het percentage van het bruto nationale product. En dan wordt er ook zoiets gezegd als. Uh, als de staatsschuld maar niet meer is dan het jaarlijkse bruto nationale product. dan kan het wel. Het is geweldig. De Jezuïeten zijn geniaal. Wij gaan zelf akkoord met een staatsschuld gelijk het jaarlijkse nationale bruto product. Bruto nationale product. Dat vinden wij oké. Okay. Oh, we zitten eronder. Oh, nee, maar dan, dan, dan doen wij het beter dan Duitsland. Ja, dat is net zoiets als een, de, de ene zatlap die dan tegen de dokter zegt: van, Ja, ik saai niet zoveel als die buurman van mij. Ik hou het gewoon bij een liter per dag. En, dan vind ik het echt mooi geweest. Hoor. En jij snapt dat als een instantie een schuld heeft, dat een instantie dan dat er een andere instantie moet zijn en die heeft die lening verstrekt. Of niet? En dan is de vraag: bij wie hebben die landen die staatsschuld? Wie is de schuldeiser van die landen? Dan kom je uit bij de Jezuïeten En die hebben dat, zeggen zij, keihard afgespijkerd. Wat ze gedaan hebben met die Federal Reserve Bank in Amerika. Dat is bewonderenswaardig. Heel sluw. En John F. Kennedy... die... John F. Kennedy... ik schiet er me nou een paar dingen te binnen. John F. Kennedy... was een katholiek. En... Het was een schuinsmachier, zo'n sunny boy. En de mythe gaat dat men, van de katholieke kerk, van de jezuïeten, men dacht: van nou, laat hem maar president worden. Die gaat wel een keer de fout in. En dan pakken we hem daarop. En dan doet hij precies wat wij willen. Een chantabel. En toen kwam John F. Kennedy met dat onzalige plan om naast de briefjes van de Federal Reserve om de greenback. Opnieuw te introduceren. Te weten de hoeveelheid goud die op dat moment was en maken er maar briefjes van en uitdelen die handel. En dat hele feest met zo'n nationale munt, dat zou op een dag plaatsvinden en de dag daarvoor is John F. Kennedy doodgeschoten. Ja, zo werken de Jezuïten. Het zijn harde jongens, hè? En voor mensen als John... John F. Kennedy heeft trouwens zelf gezegd... er is... Een samenswering uit één stuk. Dus hij was gestuurd op een samenswering, en toen op nog een hele andere samenswering. En toen heeft hij ontdekt dat die twee samensweringen eigenlijk één en dezelfde samenswering waren. En zo kwam hij tot de frase... a monolithic conspiracy. Daar had John F. Kennedy het over. Letterlijk die term. Monolithic. En met de kennis die wij nu hebben weten wij dat hij de jezuïte bedoelde. Als je kijkt naar het karakter Neo in de Matrix. Dat is de jezuïte. Daarom heeft hij ook zo'n lange zwarte jurk aan. Maar deze mensen denken in archetypen. Ja, en nemen ze eens kwalijk. Dus zij vermaken zich prima. En wij hebben de keuze om erin mee te gaan. Of om. Ja, Je kan dus met ze meegaan, dat zou ik niet doen. Hè? Of je kijkt er helemaal niet naar. Of je kijkt ernaar met interesse. Kijk, neem een horrorfilm. Daar kan jij je helemaal angstig van laten geraken door je laten meesleuren in de film. En vaak zitten er van die geluidseffecten in. Uu, dan moet je je dood. En je kan er bijna niks aan doen, maar je wordt er helemaal eng van. Hè? Ja. Als jij. Een, een docent bent op de Filmacademie. en de opdracht is aan je leerlingen. maak een horrorfilm. dan ga jij als beoordelen van het product voor het cijfer. Ga jij je niet laten meesleuren? Dan kijk je alleen maar naar... Uh, hoe is de cameravoering, hoe is de regie... Uh, hoe is de, het acteerwerk, uh, het geluid. Uh, dan kijk je toch naar die dingen, of niet? Oh. En dan ben je per definitie niet meer... Uh, dan schrik je nergens meer van. Dat kan dan helemaal niet meer... Terwijl je kijkt naar precies dezelfde voorstelling. Als een ander die denkt, Wa? oh, dat oh, is goed verhaal. Dus jij beoordeelt alleen maar. En zo kan jij kijken naar het theater van de Jezuwieten. En dan is er helemaal niks aan de hand dan maakt het je ook niet uit en misschien wil je juist af en toe eens even kijken naar wat de jezuïeten nu weer aan het theater opvoeren zodat je weet welk type mensen met welk trauma je nu weer troost moet bieden en op welke manier dan. En de jezuïeten die gaan nog wel even door. Ze hebben hun naam mee. Jojo. Ik laat maar even een pauze vallen. Het is ook niet erg. Het zat eraan te komen. En aan ons was de opdracht en is de opdracht om te begrijpen. Wat Christus tegen ons zei. En wat dat inhield. Voor jouw personen. Die schok. Dat besef. Of je was altijd al zo'n engeltje dat je altijd blij was en oh met jou ging altijd alles goed. En jij hebt nooit iets fout gedaan. Nou, heel erg saai iemand ben je dan geweest, dus een beetje een bange poepert. Kijk, de waarheid. Is de enige remedie tegen die belachelijkheid van die Jezuïeten? Want het leven is niet moeilijk. Dat is het nooit geweest. Het Een verhaal. Dat heb ik gehoord op de Amerikaanse christelijke radio. Dat ging over een man en een vrouw en die hadden kinderen. En er was ergens in een ziekenhuis een mismaakt kind geboren. En die moeder die zag dat mismaakte kind en die is schillend weggehold. Die kon dat niet aan. En dat christelijke paar heeft dat kind geadopteerd. En het kan nu toen tekenen. Schilderen. En het is, uh, ja, grof gezegd, het is een hoofd met wat uh, ja, uitsteeksels. En ze brengen dat dan smorgens, dat lichaam, die persoon, uh, die, dat, <laughs> dat moet je je even voorstellen. Dat is voor die mensen niet zo, hè. Voor die mensen is dat een mens. Maar dat mens, die mens, elke ochtend naar de weg, en daar maakt het tekeningen. En mensen kunnen die tekeningen kopen. En s'avonds wordt ze opgehaald. Ik dacht dat het een vrouw was. S'avonds wordt ze opgehaald. En dan krijg je ze te eten. En de volgende dag weer bedelen. Prachtig verhaal. Dat is leven. Zo breng je het er levend vanaf. Zo makkelijk is het leven. Je moet zijn zoals een christenpaar. En wat, wat kan dit kind dan doen? Ja, het kan toch bedelen? Nou dan. En dan maak maar tekeningen. Elk mens die geld vraagt voor een kunstzinnige uiting is een bedelaar. Punt. Nee, ik krijg geld omdat ik toiletten schoonmaak. Ik bedel niet. Ik maak toiletten schoon. En ik heb een baas in mijn nek en die kijkt op de klok. Dat is de waarheid van uh, het leven. En dat is niet moeilijk. Dat is niet jezuïtisch ingewikkeld. Tot de volgende: over de Jezuïten.